Het is vrij laagdrempelig. We hebben hier stukken van een ton staan, maar we hebben ook stukken van een paar honderd euro. Dus zelf met een kleiner budget kan je hier wat kopen. Breda Nu. Je weet het meteen. We staan vandaag bij Art Breda op het Breepark en hier is deze week een breed scala aan art, design en kunst te vinden. Ik laat me onderdompelen in de wereld van de kunst. En kan je uitleggen hoe Art Breda precies tot stand is gekomen hier? Je hebt van oudsher heb je in het najaar in het noorden een gemeende kunst- en antiekbeurs. En dan in het voorjaar in het zuiden een gemeende kunst- en antiekbeurs. Art Breda bestaat nu al 6 jaar. We zijn begonnen op het Chasséveld in paviljoens die we speciaal bouwden omdat er geen locatie was. En nu is Breepark een locatie die 2 jaar open is. En nu zijn we heel blij dat we de beurs hier kunnen houden. Een vaste locatie zonder rammelende vloertjes. En we zijn hier heel tevreden nu hier 2 jaar zitten. Okay. Nou, wat vindt u er hiervan op Art Breda? Nou, tot nu toe uitstekend. We komen net binnen, we komen uit Utrecht. Om dit 1 keer per jaar gaan we hier altijd kijken. Okay. Maar tot nu toe is het fantastisch. Ja. Heeft u al wat moois voorbij zien komen? Nou, genoeg. Elk stand, je hebt wel iets moois. Kunt u misschien ons nog een bijzonder werk uitlichten? Iets waarvan u denkt, nou, dat is wel interessant om iets over te vertellen. Iets wat hier staat. Dit beeld is van omstreeks 1500, laat gotisch. En afkomstig uit Beieren. Heel bijzonder ook in zijn mooie originele beschildering of polychromie. En als u ziet, de expressie in dat gezicht, die baard, de houding is super. En hebben jullie al eens een mooi pronkstuk mee naar huis genomen? Ja. Nee. Ja, toch wel? Een mooie standaard die omhoog en laag komt. De 17e-eeuwse kandelaar, zeg maar. Een kaarsenkandelaar, ja. En zijn jullie vandaag nog naar iets specifieks op zoek? Of komen jullie gewoon om te kijken en dan zien we het wel? Dat precies, we zien wel wat we tegenkomen. Okay. Ja, we zijn verzamelaars. Ja. Dus, ja. Wat verzamelt u allemaal? Meubels. Okay. Ja, 17e-eeuwse meubels, 18e-eeuwse meubels. Nou, jullie zijn hier samen op bezoek bij Art Breda. Wat vinden jullie ervan hier? Ja, ik vind het heel interessant, heel mooi. Eigenlijk zowel de combinatie van de oude kunst, het antiek en de moderne kunst. Oké, okay. En wat is voor u? Nou, ik wil eigenlijk precies hetzelfde. En wij zijn allebei ook kunstenaar, dus we weten er iets van. Wat het unieke is, is dat het is een gemengde kunst- en antiekbeurs. Je hebt oude kunst, oude meesters, maar ook hedendaagse galerieën. Je hebt antieke stukken, je hebt juwelen. Het is voor elk wat wils. We zien ook dat verzamelaars zijn er steeds minder. Mensen zijn eclectisch, die willen verschillende stukken in hun interieur. Die kan je hier allemaal terugvinden. Daarbuiten staat in elke stand staat de galeriehouder of de kunsthandelaar zelf. Dus dat zijn experts waar je alle informatie kan vragen. En ze vertellen er ook graag over. En als laatste, het is vrij laagdrempelig. We hebben hier stukken van een ton staan. Maar we hebben ook stukken van een paar honderd euro. Dus zelf met een kleiner budget kan je hier wat kopen. Breda Nu. Je weet het meteen.